Welkom. Mijn naam is Hilde Voorberda en ik ben advocaat bij de sectie cassatie van Pelsrijke. Vandaag bespreek ik een arrest over de schorsing van de tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen. Dit arrest houdt verband met de arbitrage en latere vernietigingsprocedures tussen de Russische Federatie en drie voormalig aandeelhouders van Yukos Oil. Ik schets eerst beknopt het verloop van die procedures. De Russische Federatie is in drie arbitrale beslissingen veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen aan de aandeelhouders. Hierop is de Russische Federatie een vernietigingsprocedure gestart. De rechtbank Den Haag heeft de vorderingen tot vernietiging van de arbitrale beslissingen toegewezen. Vervolgens heeft het Hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd en de zaak verwezen. Er is dus nog geen definitieve uitspraak in de vernietigingsprocedure. In de loop van de vernietigingsprocedure heeft de rechtbank Den Haag verlof verleend om de arbitrale beslissingen ten uitvoer te leggen. Daarna hebben de voormalig aandeelhouders beslag gelegd ten laste van de Russische federatie. In deze kortgedingprocedure heeft de Russische federatie opheffing van het beslag gevorderd. Het Hof heeft de beslagen deels opgeheven, maar verwerpt het standpunt dat de arbitrale beslissingen in het geheel niet ten uitvoer mogen worden gelegd. De Russische Federatie stelt op dit punt cassatieberoep in. Het onderdeel klaagt dat het arrest van de Hoge Raad in de vernietigingsprocedure maakt dat het rechtbankvonnis, waarin de arbitrale beslissingen zijn vernietigd, is herleefd. Artikel 1062 rechtsvordering brengt dan mee dat het recht om de arbitrale beslissingen ten uitvoer te leggen vervalt. De Hoge Raad overweegt dat een uitspraak in eerste aanleg die in hoge beroep is vernietigd, haar werking heeft verloren, zolang de uitspraak in hoger beroep zelf niet is vernietigd. Als de Hoge Raad de uitspraak in hoge beroep vernietigt, herleeft niet automatisch de gehele uitspraak in eerste aanleg. Beoordeeld moet worden welke onderdelen van de incassatie vernietigde uitspraak niet of te vergeefs zijn bestreden en dus onaantastbaar zijn geworden. Wordt de vernietiging van het vonnis in hoge beroep op een bepaald punt onaantastbaar, dan herleeft de uitspraak in eerste aanleg op dat punt niet. In dit geval wees de rechtbank de vernietigingsvordering toe vanwege het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst. Het Hof heeft dat oordeel vernietigd en geoordeeld dat de arbitrageovereenkomst wel geldig was. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand en daarmee is het onaantastbaar geworden. Het staat dus vast dat de arbitrageovereenkomst geldig was. Daarmee bestaat geen grond meer voor het vernietigingsvonnis van de rechtbank. De werking van dat vonnis is dan ook niet herleefd. Al dus de Hoge Raad